Yes, welkom allemaal. Voor de camera zit Wesley. Ruim een jaar geleden bij ons een haartransplantatie gedaan. Bij ons in de kliniek in Istanbul. De Esterwold Kliniek. En ja, laatste controle. En hier zit hij dan. Wes, hoe gaat het met je? Ja, gaat hartstikke goed. Ik ben super blij. Zo is het met het eindresultaat. Het is lekker volop bos. Dus zeker, ik ben heel blij. Top, goed om te horen. Hey, kan je iets kort vertellen over hoe het in de kliniek is gegaan? Hoe was het met de nazorg? Nou, wat ik heel erg prettig vond, is dat ik een Nederlandse begeleidster met me mee had. En dat is heel erg prettig ervaren. Dan konden ze gelijk goed vertellen wat ze met mij gingen doen en wat ik kon verwachten. Dus dat vond ik op zichzelf heel erg prettig. En ja, ik werd door iedereen eigenlijk heel erg gastvrij ontvangen. En dat stelde me ook heel erg gerust. Dus daar was ik heel erg blij mee. Ja. En de nazorg vond ik ook heel fijn via WhatsApp. Dus konden contact vrij kort houden en ze zaten er goed op. En via een mail moest ik dan periodiek mijn resultaten tussentijds laten zien. Ja. En nu was jij een snelle groeier. En volgens mij het ging allemaal al redelijk snel bij je, hè, qua herstel en qua hergroei. En dus kan jij daar iets over vertellen, over die periode na je haartransplantatie? Natuurlijk allemaal je haren kort en dan vallen de haartjes uit en dan gaat het groeien beginnen. Dat gaat natuurlijk nooit snel genoeg. Kan je daar iets over vertellen? Ja, ik vond het best wel spannend, zeker in de beginperiode. Maar op het algemeen, ja, je moet er eventjes doorheen, maar het ging best wel snel eigenlijk. En ik zag dat ook na de haartjes waren uitgevallen, begonnen daar weer opnieuw te groeien. En ook de regelmatig naar de kapper ben geweest, het zag er ook steeds voller uit en de kapper was ook heel erg tevreden. Dus ja, zoals je nu kan zien, het is echt goed gegroeid en ik ben super blij. Nice. Dus nu shine in Amsterdam. Zeker weten.